Nou zeg maar, ik ben toch geen artiest. Ja, maar wel een artiest voor Eve. Nou kijk, wat hebben wij gezamenlijk altijd, Eve en wij? Dat is muziek. Hè? Want hij houdt van Juliana, maar ik ben dan weer van het wielrijderskorps Crescendo. Dus dat hele beroemde korps dat over de hele wereld gaat. En dan zie ik heel vaak dat Eve met zijn kennissen op de tribune zit. Nou kijk, een muziek. Ja, dat is voedsel voor het leven. U bent echt een mensenmens. Du-jolo-di-di-jolo-di-di. U houdt van familie, vrienden, voetbal, muziek en nog veel meer. En bent een topboer. Du-jolo-di-di-jolo-di-di. Yeri-jolo-lo-ro-yeri-jolo-di-di-jolo-di-di-jolo-di-di. Yeri-jolo-lo-ro-yeri-jolo-di-di-jolo-di-di. Ik eindig met het jodellied. Du-jolo-di-di-jolo-di-di. En wens u liefde en gezondheid en alles nog meer. Du-jolo-di-di-jolo-di-di. Yeri-jolo-lo-ro-yeri-jolo-di-di-jolo-di-di-jolo-di-di. Thank you.
Ik is wel een hele trouwe supporter. Hij heeft mij laatst nog geholpen om de jongens onder de 12 te coachen. En ik doe het echt altijd met heel veel plezier. Oh, lekker. Dat is de eigen zoon. En dan vertel je niet dat hij zo'n goede penalty schieter is. Ja, dat is zeun. Een durf in de herkansing. Komt-ie. Juist. Ah, jammer van die goede keeper. Ah, durf is ook een verdediger, hè. Hey. Dames en heren, uw applaus voor het christelijk muziek en showband Juliana uit Amersfoort. Hartelijk welkom aan alle gasten die zojuist ook hier zijn aangeschoven. U hoorde de mars, de koppeltoort, ja. En een bijzonder verjaardagsfeest. Ook bijzonder omdat we Juliana uit Amersfoort hier hebben. Een bekend marsband in de sector. Legendarisch. Het Wereldmuziekconcours in Kerkrade 2017. Twee gouden medailles gewonnen, Joey. Maar ook het optreden in het stadion. Het WK Nederland-Zweden. En daar won Nederland met 2-0. Kan geen toeval zijn, of wel? Dat is geen toeval. Als Juliana speelt, wint Nederland altijd. Mooi. En weet de bondscoach dat al? Die weet dat nog niet. Maar misschien kunnen we met de muzikale groet dat duidelijk maken. We gaan ons best doen. Ja, en we staan nu hier bij een van jullie grootste fans, Eve Vernooy. Wat staat er nog meer op het programma dit jaar? We hebben een ontzettend volle agenda, dus dat is heel erg mooi. Een paar tripjes naar het buitenland, een aantal gecancelde evenementen door, hè, uiteraard corona, die worden ingehaald. Met als een paar hoogtepunten, zeker het tripje naar Frankrijk wat gepland staat, de trip naar Luzern die gepland staat en 30 juli ons showoptreden bij het Wereldmuziekconcours in Kerkrade. En klopt dat dat jullie dat vanmiddag ook gaan opvoeren hier? Zeker weten, ja. En ik heb begrepen dat jouw vader de choreografie daarvoor geschreven heeft. En vanmiddag is het dus het voor het eerst live voor het publiek. Ja, zeker weten. Zeker weten. En zin in of toch ook wel een beetje gespannen? Hoe gaat dit lopen? Gezonde spanning en dat is altijd goed. Dat is altijd goed, inderdaad. Jullie gaan nu een... Thank you.
Veel voor je betekenen. En ik wil het niet lang maken, maar vandaag is het programma extra naar voren gekomen door de inhoud van de boodschap van onze spontane ledenspeaker José Buijs. Dat zij aan afstemming mee ondersteund heeft, ook in de contacten naar Juliana. Super, José, dank je zeer. En het is mijn grote vriend. Auke, die ook zegt dat het mooi was. Renno! Oké, broer, nu aan de zee. Oké, dankjewel, Auke. Trek je zijn tussen jou. Goed zo. Nogmaals, dankjewel en graag. Gecancelde evenementen door, hè, uiteraard corona, die worden ingehaald. Met als een paar hoogtepunten, zeker ons, het tripje naar Frankrijk wat gepland staat. De trip naar Luzern die gepland staat. En 30 juli,
ons showoptreden bij het Wereldmuziekconcours in Kerkraden. En klopt dat dat jullie dat vanmiddag ook gaan opvoeren hier? Zeker weten, ja. En ik heb begrepen dat jouw vader de choreografie daarvoor geschreven heeft. En vanmiddag is het dus het voor het eerst live voor het publiek. Ja, zeker weten. Zeker weten. En zin in of toch ook wel een beetje gespannen? Hoe gaat dit lopen? Gezonde spanning en dat is altijd goed. Dat is altijd goed, inderdaad. Jullie gaan nu een volgende